Welkom bij Red Bull Rap Champs, de gameshow in Nederland die volledig draait om rap en hip-hop. Iedere aflevering zijn er twee teams gevuld met jouw favoriete namen tegen elkaar om erachter te komen of ze net zoveel van rap weten als jij. En dat doen ze niet voor niets. Dat doen ze voor de titel van Rap Champs van Nederland. Voor de felbegeerde Red Bull Rap Champs Trophy. En je weet het, aan het einde kan het een beetje schandalig worden. Want de winnaars mogen een opdracht verzinnen voor de verliezers. Dus denk er goed over na, heren. Gaan we akkoord met de voorwaarden? Ja, is cool. Ja, okay. Akkoord? Ja, toch, let's go. Dan kunnen we beginnen. Let's go naar ronde 1. In Red Bull Rap Champs spelen we 4 rondes. En het team met de meeste punten aan het einde van de aflevering wint. En dat kunnen we natuurlijk niet doen zonder onze goede teams. Aan mijn rechterhand staat een echte Atlas Leeuw. Een man die van alle markten thuis is. Rappen, acteren, noten op de markt seren, het kan allemaal. Als Tonano is hij nog nooit gekanteld. Maar is dat bij Rap Champs ook voor hem geen probleem? En daarnaast hebben we een echte mokro in de building. De onbetwiste 101 barskiller. Geen rolmodel, maar gewoon zichzelf. De man is aan het jagen deze dagen, maar gaat hij vandaag die way catchen? Het zijn IJs en Mokromini. En aan de andere kant hebben we een echte werker en verhalen verteld. Hij doet de money dance op een bonzi man, maar het is gewoon Jordi man. Als de man naast hem aankomt, hoeft hij niet meer te kloppen. Ze noemen hem ook wel de Chosen One. Zal hij vandaag ook even een Rap Champs workshop geven? Dat is de vraag. Het zijn Jordi Money en Chow. Nou, we weten wie ze zijn, maar ze hebben natuurlijk ook een leuke teamnaam voor ons. Ik ben al benieuwd naar jullie teamnaam. Ja, moeten we één verzinnen nu? Sboa. 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 Ja, is goed. Sboa. Sboa. Lions, leeuwen. Je mag leeuwen zeggen. Leeuwen. Oké, Sboa. Leeuwen, leeuwen. Sboa. Eén leeuw. I know. Ik moet het goed. Hoe zeg ik het goed? Sboa. Sboa. Zeg leeuwen. Leeuwen. Leeuwen! Ja, 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 ja. De andere kant, ik hoop dat jullie ook een mooie naam hebben verzonnen. Jullie staan tegenover de leeuwen. Wat is jullie naam? Zeg het maar, jongen. Wij zijn gewoon Team Borso en Lenny, man. Team Borso en Lenny? Dit moet je even uitleggen. Team Borso en Lenny. Die laat niet check zien, bro. Huh? Oh, hij is Borso, jij bent Lenny. Ja, toch, bro. Shout-out naar Team Borso en Lenny! Oké, oké. Aan de ene kant hebben we de leeuwen, aan de andere kant hebben we Team Borso en Lenny. Maar er is één man die we niet mogen vergeten en dat is onze factchecker voor Show Bangers. Hi. Voor Show. Je weet hoe we altijd beginnen. Het gaat goed met mij, het gaat ook goed met jou. We willen een feitje. Eminem en 50 Cent hebben ooit Kop of Munt gedaan, wat de eerste single van Get Rich or Die Trying moest worden. Kop was voor In the Club en Munt was voor If I Can't. Uiteindelijk is het dus In the Club geworden. En dat is een multi-platinum. Oké, dankjewel voor je feitje voor Show Bangers. We gaan meteen door naar ronde 1, 8 bars. Iconische rappers hebben iconische bars die je bijblijven. In de ronde 8 baas gaan we kijken in hoeverre jullie op de hoogte zijn van bekende lines uit de Nederlandse hip-hop. Ik lees een bar voor en aan jullie de taak om te zeggen van welke artiest deze line is. Het team dat als eerste op de knop drukt, krijgt de beurt. En voor elk goed antwoord kan je 5 punten verdienen. En als je ook de track weet te benoemen, is dat een extra punt. We volgen het? Ja. We volgen het? Ja. Focus, line 1 van 8 bars. Ik zeg je eerlijk, Mattie. Ik ben liever moe dan broke. Ze heeft het van haar mams. Kom, breng je moeder ook. Je kan altijd gokken. Een moe man. Het is geen moe man. Waarom was je gok moe man? Niffel, Mattie van mij. Ja, als ik het iemand mag noemen. Moe man. Er staat moe in die lijn toch? Ik, ja. Of niet? Lepo? Nee, geen lepo. Het is geen boef, man. Het is ook geen boef. Het is ook geen moe man. Het is ook geen Joos. Het is Kevin op de track Oost-West thuis. Jammer. Sorry, Kevin. Sorry. Zeg het nog eens. Ik had moeten weten eigenlijk, man. Eigenlijk wel. Ja, maar ja, ja. Er zijn nog zachtlijns. Was dit niet die test? Jullie hebben een testronde ook, toch? Nee, maar nee. Het is meteen door.
Line 2. Ze wou me eerst alleen maar wiepen. Maar nu komt ze alleen maar met knuffels. Ik heb dingen gezien, net als PTSD. We gebruiken geen truffels. Josilvio. Mooi gok, maar het is geen Josilvio. Broer, waarom kijk je naar mij, broer? Ik kijk naar jullie allebei. Ik heb net gegooid, toch? Vijf. Gok iets, gok iets, gok iets. Drie. Campy, Campy. Twee. Dat is niet. Het is geen Campy, dit is van Shardy in het nummer Trainingspad. Ja, ja. Shout-out naar Shardy, ja, ja, man. Shout-out naar Shardy. Line nummer 3. Nu ben ik clean, maar moet ik getuigen? Ben ik Mr. Bean? De enige Charlie die ik speel is Sheen. Winning. Bokusam. Het is geen Bokusam. Ik vind het weer een mooie gok. Je gaat ervoor. Je gaat Charlie ervoor. Sheen toch, daarom. Ik snap het. Ja, ja, is een goeie. Is een goeie. Heren, ik moet het nu weten. Zeg het, zeg het, zeg het. Doe. Frenna. Het goede antwoord is Frenna. Ja, ja. Weet jullie toevallig op welke track, dan krijg je een extra punt. Maar gaat ons nu zeggen welke track? Nee, man. Dat weten we niet. Het is van Miley. Ja. Miley. Ja, ja. We gaan door naar line 4. Hé, hey, dit is 4, man. Deze is voor jou. Ai. Ik hoop het, ik hoop deze het. Deze is voor jou. Let's go, let's go. Ik voel me goed. Het gaat super als Mario. Het ding laat ik zingen als Brace of Stefanio. Oh, weet ik veel, broer. Kalia. Zeg iets, Sasabi. Kloer. Een shove. Geef label of zo. Zeg iets tegen ons. Zeg afkomst. Het is een leeuw. Mokro. Ja, ik zeg het is een leeuw. Lijpen. Nee. Nee. Aan de andere kant. Lijpen praat veel niet. Ik voel me goed. Het gaat super als Mario. Het ding laat ik zingen als Brace of Stefanio. Ashafar. Weet je toevallig ook welke track? Dat weet ik niet. Toch weer wat punten gesproken. Het is inderdaad Ashafar. Welke pokoe? Wie? De track wie? Ja, toch wie? We gaan door naar line 5. Ben het steeds vaker oneens met bepaalde gezegdes. Bijvoorbeeld dat de waarheid niet altijd boven water komt. Als diegene die de waarheid weet al. Gaas. Yves. Wacht, hey broer, dat weet ik niet. Broer, dat weet ik niet. De track ligt dichterbij dan je denkt, want het is Jordy Money featuring Yves. Nee. Entourage. Dat kan jij niet maken. Hoe vaak met je, maar dat kan niet. Hey broer. Schandalig. Hoe? Blijf scherp. Dat is fraude, broer. Nee, maar misschien komt hij ook bij jullie kant. Oh, zo, oké. Okay. Nee, ja, 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 let op, blijf scherp. Line nummer 6. Nu voor jouw pokoe, broer. Niet zo, toch? Broer. Money. Rappers trekken hun t-shirt uit bij optredens. Als ik die shit zou doen, zou niemand mij een box geven. Iemand die dik is, maar ik weet niet wie is. Maar zeg, wie is vies? Nee. Ik heb gedrukt, weet je, Fresco. Fresco. Het woord Fresco. Fresco. We zijn gevaarlijk hier, je hebt goed gedrukt. Fresco, broer. Nee, maar heb die track nog niet genoemd. Welke track? Die track kan ik ook noemen. Ja. Nieuwe dag, nieuwe dag. Ik zeg nieuwe dag gewoon. Maar ik weet... Nee, het antwoord is Kutkop. Dat is de track. Je wist de artiest. Ik wist die line wel, maar... Je had hem, je had hem, je had hem. We komen steeds dichterbij, heren. We gaan door naar line nummer 7. Het is de fenomeen. In de game gaat niemand halen. Donnie. Het is Donnie. Wauw, wauw, dat ding hoeft niet kapot, hè, bro. In welke track? Hoe die track ook alweer? Of je hoorde fenomenen en je dacht, dit moet hem zijn. Ja, broer, dat is ooit snel. Een keer voorbij. Scherp, man. scherp. Goed gedaan. We gaan nou weer door naar de laatste line. Line nummer 8. Mijn jongen heeft millies aan vermogen. Komt dit op? Lijper, miljoen. Vermogen dingen, moet. Ai nog. Nee. Mijn jongen heeft millies aan vermogen, komt in polo's aan. Recht door zee, net als die ballen bij de bowlingbal. Gaan jullie fokken? Iets leef, fuck. Laat ons iets doen, dan is het politie iemand anders. Jullie kunnen niet dubbel, man. Het is aan hen. Tenzij ze jullie de beurt willen geven. Quincy Promes. Mijn jongen heeft millies aan vermogen. Wie? Wie's jongen heeft millies aan vermogen? K.A.
K.A. mijn jongens. Broer, hey, K.A. Hey, hey. Bro, zij zijn. Je kan niet de hele tijd roepen. Maar het is iets als een beetje. K.A. zijn. Maar het moet wel een tijdlimiet zijn, toch? Een tijdlimiet. Ja, die tijd was al voorbij. Kan K.A. niet zeggen. Je kan het niet zeggen, moeder. Wij zeggen K.A. Hé, ga staan, ga staan. Laat me. Inderdaad. Ka-a. Helaas, wat te lang. For show, wat zegt de tussenstand? De tussenstand na ronde 1 is dat Leeuwen 5 punten hebben gescoord. Maar aan de leiding, Borsu en Lenny met 20. Oké. Heren, underdog broer, wat is er niet erg? Daarom, heren, geen zorgen. We komen terug. De Leeuwen zijn altijd underdogs geweest. We zijn net pas begonnen. We gaan meteen door naar ronde 2. Zeg minder. In de tweede ronde spelen wij Zeg Minder. En gaan we zien hoe goed onze spelers woorden kunnen overbrengen zonder dat ze geluid mogen maken. Ik geef de team zometeen een kaartje met een album of een tracknaam erop. Ze krijgen 30 seconden de tijd om het woord aan hun teamgenoot uit te beelden. Hoe jullie dat doen mag je helemaal zelf weten, zolang je maar geen geluid maakt. Zeg je een woord of geef je met je stem een hint, gaan er als straf 2 punten naar de tegenpartij, dus wees scherp. Elk goed antwoord is 10 punten waard. Die punten zijn hard nodig. Dus nu kan je gaan gassen. De eerste 2 ronden spelen we per team. En de laatste ronde, de 3e ronde, spelen jullie tegelijkertijd. Leeuwen, ready? Yes. Bosu, Lenny, ready? Okay. Team Rood, jullie hebben de minste punten, dus jullie mogen beginnen. Dus wie gaat uitbeelden? Wie gaat raden? Hij gaat uitbeelden als hij wil. Oké, is goed. Ik had 1 antwoord goed, nu gaat hij het goed doen. Oké, kom maar hier staan. Yes. Alsjeblieft. Thanks. Ik ga je zeggen wanneer we beginnen. Jij mag hier staan. In 3, 2, 1, go. Nee, jij mag praten. Oh, ik mag praten. Dus. Kijk dan met de spiegel. Pak hem met Charlie. Die man is te fucking toch. Mokro. Shit. Ah, wat is dat dan? Ja. Inderdaad, dat was mokro shit van Ashafar. Hoe ging het uitbeelden? Voelde je goed erin? Ja. Hoe ging het raden? Duidelijk. Vele moeder. Dat was duidelijk. Dat was een script. Oké, maar jullie hebben het goed gedaan. Aan de overkant, wie gaat uitbeelden, wie gaat raden? Uitbeelden. Mm-hmm. Ik ga je de kaart geven. Alsjeblieft, ik ga even hier staan. En dan mogen jullie beginnen in 3, 2, 1, go. Groen. Ja, toch. Rennen. Sprinten. Dampen. Groen. De driver. Sturen. Wat hier, broer? Rijden toch. Schakelen. Broer, even serieus. Broer. Nog 10 seconden. Doe snel. Sprinten, rennen. Ja, toch. 5, groot, 3, broer, even serieus. 1, 0. Ik denk, de overkant, jullie hebben ook gezien hoe hij het uitgebeeld is. Versnelling. Dus het antwoord was grote versnelling. Gaat het over liedjes of zo? Kennis, maar broer. Dat hadden jullie er niet aan verteld. We gaan naar de volgende. Heren, jullie zitten er goed in. Blijft het dezelfde? Of gaat iemand anders nu uitbeelden? Nee, ik ga het niet doen. Serieus. Proberen, we doen ons best. Oké. Meer dan je best kan je niet doen. Ja. Ik ga maar jou geven. Ik ga hier staan. In 3, 2, 1, go. Val. Vallen. En opstaan. Boek mij. Je moet mij boeken, maar ik kom ook in kroegen. Wat? Vallen en dansen. Vallen en spacen. Jullie gaan liever gewoon te praten. Hè? Vallen in de club. Ja. Hey, dit ga je niet. Hey.
Kom. Ik doe niet meer mee, hè. Hey bro, je moet bij hem zijn. Hij is de fact-checker. Hij bepaalt. Nee, maar voor show bepaald. Die mannen gingen kijken. Het juiste antwoord is vallen in de club van Ronnie Flex, Jandro, Cartier en Lijpen. Jordi heeft het gevoel dat er een beetje is vals gespeeld. Laten we dat even checken. Heren. Ik zeg niks, maar hou diezelfde energie wanneer ik die kaart neem. Wie beeld uit? Jordi! Jordi, kan je niet zo goed tegen je verlies? We mag beginnen in 3, 2, 1. Papier, geld, papier. Papier, papierwerk. Papier, verder. Doorgaan. Tas. Geld, papier. Duidelijk, G. 10 seconden. Om mijn money. Ja, ja! Om mijn money. Fraude! Meidje! Fraude, hij hoorde die fraude. Nu wel! Hij heeft nul keer money gezegd, hè? Broer, ik liet hem die pap zien. Hij zegt 5 keer geld, papier, op mijn money. Ik liet die man van mij die pap zien, toch? Lekker. Het juiste antwoord was inderdaad op mijn money van Louise. Goed uitgebeld. Lekker man. Wij zijn daar. Ja, man. Heren. Pas jou eens gelijk op. Heren, nu gaan jullie tegelijkertijd spelen. Okay. Dus ik laat het woord aan één van jullie zien. Ja. Jullie komen in het midden. Ja. Ik laat het aan jullie zien en dan gaan jullie tegelijkertijd uitbeelden. Ja. Volgende lid, en wie als eerst raadt, die wint. Ja. Huh? Oké, wie gaat uitbeelden van jullie? Oeh. Ik ga. Oké, Ice, wie gaat uitbeelden van jullie? Ik. Oké, jullie blijven hier staan. Als je terugloopt, ga je afvallen. Dus blijf lekker staan. Kom van. Maar waarom mag jij het als eerste zien? Maar dat is mijn vraag. Wacht, is hetzelfde woord? Ja, jullie hebben hetzelfde woord. Wil je dan gaan beginnen? 3, 2, 1, go. Hey. Niet, je mag niet. Lang. Loop. Lange loop. Hé, tegelijk, man. Tegelijkertijd. Dit was een fotofinish, jongens. Jullie waren allebei tegelijk. Wat ik voorstel, wat ik dus ook ga doen, is dat jullie de punten splitten. Oké. Allebei 5 punten, hartstikke mooi. Ja. Het was weer een mooie tweede ronde. Lekker uitbeelderig. Maar nu zijn we benieuwd wat de tussenstand is. Wat is de tussenstand? Oh, de tussenstand is, het is inmiddels wat spannender geworden. Het staat nu 35-30. Voor wie? En Leeuwen hebben 30 punten. Maar aan de leiding, Borzo en Lenny met 35. Fraudeur. Oké, het was een mooie spannende ronde. Maar voordat we verder gaan, volg de socials van Red Bull Nederland. Vergeet niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Complex.nl om up-to-date te blijven. En nu gaan we meteen door naar ronde 3, de veiling. In de derde ronde spelen wij de veiling. Ik gooi een thema op binnen de rap scene. Dan open ik de veiling en mogen jullie een bod doen op basis van hoeveel correcte antwoorden jullie denken te kunnen geven binnen 1 minuut. Het team met het hoogste bod mag gaan beginnen, maar let op, als je je bod niet weet waar te maken, dan heeft de tegenpartij maar één goed antwoord nodig om al jullie punten te stelen. Dus wees scherp. En het thema is rappers in films en series. Buitenlands, buiten Nederland. Rappers in films en series. En je moet de naam van de rapper opnoemen en de naam van de film of serie. Dus overleg even met elkaar hoeveel goede antwoorden jullie denken te kunnen geven. Is een makkie, man. Check maar even met je elkaar. Je krijgt geen punt als je alleen die artiest... Nee. Mag het ook één rapper zijn in verschillende films? Ja. Ja, maar dan krijg je... Krijg je daar meerdere punten voor? Ja. Krijg je meerdere punten voor. Oh, oké. Okay. Ja, dat is een goede vraag. Dan kan je... Ja, oké. Okay. Ja. Dat is goed. Hoeveel overleg je? Ik heb je moet het zacht overleggen. Heel saf, dat doen we Donnie mensen ook. Ja, hoeveel kennen jullie goed en begin laag? Zeker, hè? Ja, dat denk ik gewoon. Het komt goed. Het thema, nogmaals, rappers in films en series buitenlands. De rapper opnoemen en de film of serie. We gaan de veiling openen. Met welk bot willen jullie starten? 10. 10, wow. 10. Ga je daar overheen? 11. 11. Klaar, nee, voor wat ga ik kijken? 12. 12 zou ik als jullie was gewoon op gokken, man. Nee, ik zeg jullie eerlijk. 12 hoef je maar eentje te noemen op het einde. Doe maar, 12, jullie. Oké,
De heren gaan beginnen met 12. Dat betekent, als jullie er minder dan 12 kennen, hebben zij maar één goed antwoord nodig om 12 punten te pakken. Mogen heren, zijn jullie ready? In 3, 2, 1, nu. DMX, Cradle to the Grave. Tupac, Gridlock. Tupac, A Bullet. Tupac, Above the Rim. Tupac, Juice. Eminem 8 Mile, 50 Cent Get Rich Die Trying, Ice Cube, Are We There Yet? Next Friday. Next Friday. Wacht, ik heb voor jou een lauwe. Oké, Snoop Dogg, Baby Boy. Luister dan, 50 Cent Power. 50 Cent Power. En 50 Cent... Snoop Dogg Training Day, broer. Wat zeg? Snoop Dogg. Ja. Scaragord? What you want to do now? Ik vind het echt super knap, want ja. ik had het zeker niet gekund. En ik dacht ook dat jullie bluften. Old school, hè, broer? Ja, old school. Tupac is juist, man. Ja, dan we doen dat. Sterk, man. Super. Debba Money, was dit vals? Was niet vals. Heren, jullie hebben het goed gedaan. Jullie hebben je bot waar gemaakt. Dat betekent 12 punten op jullie totaal. En de grote vraag is nu, is dat genoeg om leiding te gaan naar de finale ronde? Vertel. De stand na ronde 3. Is dat Borjo en Lenny zijn blijven staan op 35 punten. Maar nu aan de leiding, de Leeuwen, met 42 punten. Ja, zij wil komen terug, bro. Kom maar back. Ik wil heel even nog kort naar de kijkers gaan. Hebben jullie nou een titel gehoord waarvan je denkt van hoe hebben ze die nu opgenoemd? Gooi die titels in de reacties. Dan zijn we nu toch echt aangekomen bij de finale. Ronde 4, Linkup. In deze laatste hete ronde Link op draait het allemaal om samenwerking. Ik noem een artiest op en aan hen de taak om die naam op te volgen met de artiest waar hij of zij mee heeft samengewerkt. Dus ik zeg bijvoorbeeld Travis Scott, dan zegt de ander Kanye en dan zegt de ander weer Jay-Z. Elke artiest die in het spel genoemd wordt is één punt waard, maar de punten worden pas uitgekeerd als het spel stuk loopt. Dus hoe langer de Link op is, hoe meer punten je kan pakken. Dus maak hem zo lang mogelijk. Nadat ik straks zijn naam heb genoemd, mag het team dat als eerste op de knop drukt, beginnen. En we beginnen met de naam Yo Silvio. Esco. AK. Biggie Daddy. Ja. Je hoeft niet te drukken hoor, je kan nu gewoon. Rek je 3-1. Ik noem mijn naam. Nog 5. 4. 3. 2. 1. Helaas. Ja, Hekkie 3-1 is ook gewoon een member van Zone 60. Als je iemand van die kant had genoemd, dan had je vast. Shout out naar Hekkie 3-1, man. Shout out naar Hekkie 3-1. Anoniem als de naam, Hekkie 3-1, toch? Anonieme, als je anoniem wil bellen, toch? Ja, man. Ja, je bent scherp. Had ik eigenlijk zelf niet eens door. De tweede naam van de link-up is Drake. Rihanna. Kanye. Jay-Z. Pharrell. Snoop Dogg. Tupac. Shit, hoe kan ik nu niet van doen? Wat is dat? Nate Dogg. Warren G. My G. Ja, je gaat maar de rare bocht daarop. My G. Waar waren we? Waar zijn we? Dr. Dre. Dr. Dre. Warren G, ja. Dr. Dre was al gezegd volgens mij, of niet? Nee, dat was een voorbeeld. Dr. Dre, hè? Easy? Sorry? Easy E. Ice Cube. Snelle kanten. 5. En W.E. 4. Ik keur het goed. Ja. Mag. Maar dan, mag je maar dan pak je een hele groep, toch? Ja, maar als artiest, toch? Als broederliefde kan ook, toch, bijvoorbeeld. Oké. Maar ook al is die onderdeel van. Ja. 5. 4. Hey. Wat doe jij dat? Iemand met NWA, zeg maar. Fok. Doe jij dat? Ja. Een hele groep linken. Wat met 5, 3, 4. Je moet gewoon iemand van die dingen benoemen. 2, MC Ren. 1. MC Ren. Ja. Nu zit je vast, jongen. Denk je dat? De man van hier, hè. Zeg die mannen. Met MC Ren. Wat kunnen we dat natrekken, jongen? Geloof mij. We gaan het meteen natrekken. Laten we nu staan daar.
Kijk jullie nu. Kan wel, ik weet het niet. Ja, gaan we weten. Ze hebben geen track samen. Ze hebben geen track samen. Helaas, het was een hele lange link-up. Dat betekent dat de punten gaan naar de Leeuwen. Dankjewel. Maar we hebben nog een laatste, derde ronde. Jullie zitten heel dicht bij elkaar. Mm-hmm. Kan heel spannend worden. Wees scherp. En de derde naam is... Rox. Arujan. Artje. Mokromien. Overflower. Fik. Jaga. Jullie hoeven niet te drukken. Kevin. Lijpen. Wow, yo. Leven is daar als aan. Wist je dat? Drie. Boef. Numidia. Korea. Ice. Money. Ice. Je hebt ijs gezegd? Ja. Geen Ice Cube, ijs. Ik heb alleen Tonano, zwaar. Ja, maar alleen. Met wie maakt deze kans pokus, broer? Dat is die ding. Gewoon gokken. Huh? Vijf. Nee, broer, die man maakt nooit pokus met vier. Andere Bandi. Nee, broer. Bandi. Welke nee, Bandi? Nee, dat zei hij niet. Klaar. Hé, broer, alsjeblieft. Yo, Silvio. Heren, het is al voorbij. Kijk, het is al voorbij. Wacht even. Maar ik heb wel iets anders voor jullie. Een rode lichie. Een rode lichie. Heren. Blakka. Deze gaat naar, een beetje laat, de Leeuwen! Dankjewel, man. We hebben verloren met een laat. Oké, de Leeuwen hebben de allerlaatste ronde echt gegast. Ik vraag me af wat de eindscore is geworden. For show, wat is de eindscore? De eindstand van deze Red Bull Rap Champs aflevering is geworden 40-68. En de winnaars zijn de Leeuwen. Sabua, je weet hoe wij het doen, man. Ze kunnen ons niet aan, man. Andere dag, hè. Hey, eerste drie rondes achterstaan ook, hè. Ja, man. Sterk. Vertrouw er niet in ons. Ik zei, we komen terug. Oké, dan. Dat is toch. Ja, lekker, jongen. Gefeliciteerd, man. De Leeuwen, jullie waren de underdogs. Jullie zijn toch de winnaars geworden. Netjes, netjes, netjes. Nu staat er nog één ding. Jullie mogen een opdracht voor deze mannen verzinnen. Welke opdracht, joh? Hier, gooi je money hier. Hier is van jou. Wow. Yes. 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 Wat is voor jou? Sabi. Neem mee. Ja, toch. Ja, mag. Thanks, maar uit. Wat voor opdracht, man? Laat die mensen met rust, man. Kom, we gaan. Geen opdracht? Klaar. Kom. Dit was Red Bull Rap Champs voor deze aflevering. We zien jullie natuurlijk gewoon weer bij de volgende. En die wordt weer super heet. Tot dan. Respect. Bow.